Tot zover het programma met de verkeerde naam, dames en heren. Nog een lekker weekend verder. De sportmarathon is er morgen weer van 3:30 tot 7:30 op BRT 1 Radio. We volgen het peloton renners in Luik-Bastenaken-Luik. In het voetbal gaat onze aandacht vooral naar Waregem-Anderlecht en Club Brugge-Beveren. De nationale voetbaluitslagen krijgt u allemaal nog eens om 17:45 en we belichten de zaalsporten van dit weekend. Dan is er ook nog het Belgisch kampioenschap driekamp, biljarten. Allemaal dus morgen in de sportmarathon op BRT 1 Radio. Om 4:50 kunt u op TV1 kijken naar de televisiefilm De Jonge Speurders. You'd be only too glad if he and his mate showed up. I could look after myself. Yeah, how'd you get that then? Tripped on the carpet, didn't I? Didn't think you had none. Thought your granddad was so used to bare floors in a nick, he'd forgotten what they were used for. Stop going on at each other. Anyone would think you was married. 125 jaar geleden werd James Ensor geboren. Welke motieven hem dreven, ziet u in Pietje de Dood, een documentaire van Mark Gens die opnieuw wordt uitgezonden naar aanleiding van een grote Ensor tentoonstelling in Oostende om 16:55. De terugkeer van Mireille en het verslag van jonge Sloerdensbedevaart zorgen even voor een ontspannen sfeer. Maar wat hen precies boven het hoofd hangt, weten de collega's nog niet. Om 16:55 de laatste aflevering van De Collega's. Nee, wat ik eigenlijk wilde zeggen, nietwaar? Jean, ook al zaanprullen, doen alsof, zeg alsjeblieft. Hè? Om 8:55 moeten we afscheid nemen van Sarah Dane. In de laatste en 8e aflevering krijgt Sarah nog de kans om met Richard te trouwen en in Engeland te gaan wonen. Maar ze heeft haar hart definitief aan Australië verpand. Mom, Mr. Devlin. Well, Julia. Oh, there. I've begun to think I'd never see you again. It has been a long time, hasn't it? TV2 serveert een portie sport met om 14:50 een rechtstreeks reportage van de laatste kilometers en aankomst van de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. En met aansluitend omstreeks 17:00 een reportage van de finale van de Wereldbeker Paardensport die in Berlijn wordt betwist. En u krijgt nu nog de uitslag van de Belgische TRCN-kart tegenlopen deze zaterdag, 20 april, in Bosvoorde. Eerste was nummer 10, Song Minstrel. Tweede nummer 16, Vodka. Derde 17, Spearman. En vierde nummer 1, Sidsmap. De opbrengst van de karte in volgorde 129.290 frank, niet in volgorde 7.467 frank, bonus 310 frank. Opbrengst van de TRC in volgorde 16.920 frank, niet in volgorde 3.384 frank, bonus 40 frank en winnend koppel 1.049 frank.